Een hele fijne hallo allemaal. Een hele fijne hallo. Vandaag gaan we weer een nachtie karpen vissen. Het is echt bloedverziekend heet. Dat is normaal niet echt positief, maar we gaan het toch proberen, want nou ja, dat hebben we helemaal afgesproken. Dus nou ja, niet gevoerd. Enigszins onbekend water voor ons. Ja. Maar we hebben er wel vertrouwen in dat in de nacht, als het wordt afkoeld, dat het wel wat gaat worden. Jordi gaat op de snoek, schuine streep meerval. En ik ga op mijn eigen vis, die net zo dik is als ik, de karpen. Dus nou ja, we gaan nu eventjes het bootje door het sluisje heen trekken. Dan gaan we naar een ander water waar we normaal vissen. Ja, misschien dat wat oplevert. Yes. Nou, zoals jullie ook weer kunnen zien, hebben we weer genoeg spullen bij ons. Ook al is het voor één dag, één nachtje. Maar ja, hè, werd het te veel dan te weinig. Dan gaan we nu eventjes het sluisje opengooien. En dan kunnen we weer door. Nou, zoals jullie kunnen zien, we zijn aangekomen. Het is nog redelijk bedrijvig met bootjes. Ja. Het is natuurlijk een super mooie dag en het is ook gewoon een openbaar water, een openbare recreatieplek. Dus het is nu nog even druk, maar we kunnen wel vast lekker uitladen. Het tentje kan alvast opgezet worden. Dus ik denk dat het rond etenstijd wel weer een beetje minder gaat worden. Dan gaan mensen lekker naar huis om te eten. Even kijken wanneer we de hengels gaan uitgooien. Het is ook niks als je net ingooit en vaart een boot over. Ja, dat is vervelend. Maar goed, dat zien we dan wel. We gaan nu eens even lekker uitladen. Yes, tot zo. Helaas is mijn dieper is stuk gegaan, dus we kunnen het water niet peilen en we zijn hier ook nog nooit geweest, dus we weten niet hoe de bodem verloopt. Dus we moeten het maar een beetje op de ouderwetse manier doen, van peilen zeg maar. En dat peilen, dat gebeurt dus een beetje zo. Ik kan jou echt wel zoenen, maar ik denk niet dat je erbij kan worden. Nee, mevrouw is erbij. deze man is de held. Alsjeblieft, man. Oh, godverdomme. Nou, hoe blij ben jij dat die meneer de camera weer gevonden heeft? Voelt even je hart in je reet uit, hoor. Oei, oei, oei. Nou, we hebben net even lekker gezwommen een tijdje. Want het was nog best wel druk. Maar we zijn nu even lekker wat eten aan het bakken. En daarna wordt het toch echt wel tijd om eventjes die hengels in te gooien. Want er moet natuurlijk wel gevist worden. Nou, hopelijk zijn die gasten zo meteen weg. Want er waren net ook wat jongens met een bootje bezig met een surfplank erachter en zo. Nou, dat kan ze natuurlijk niks kwalijk nemen, want het is blaf heet nog steeds. Maar als ze zo meteen pleiten zijn, dan gooien we lekker het hengeltje in. En ondertussen
Yeah, boy. Ik ga ondertussen even lekker de vleesje bakken en dan... wordt het nog wel tijd om even echt serieus te gaan vissen. Wat lekker. Heel. Nou. Zoals je ziet... De lijnen zijn uitgevaren. De zon gaat onder. Het is wat rustiger, ook al zijn er nog steeds wel een aantal mensen. Het is een openbaar water, dus we zitten dit niet. Het is voor iedereen. Een beetje fikkie steken, een beetje bier drinken. Ik zou het zelf doen. En wij doen het zelf, alleen wij hebben nog een paar hengels bij liggen. En daar ook achter de tent. Nou, we hebben hier de 3 karperhengels. Eén hengeltje daar in het hoekje. Eentje daar tegen het riet aan. En eentje daar bij de... Wat zijn het? Bramenstruiken. Dat vinden ze vaak wel lekker. Dat de bramen die vallen in het water. En dat kunnen ze lekker opeten. Dus daar moet je gebruik van maken. En ik heb hier mijn... Alles wat je hier ziet is zeg maar niet voor elkaar gemaakt. Dus het is een beetje in elkaar geflanst. En voor nu is het prima, maar goed. Ik heb er eentje in het midden ongeveer liggen en eentje hier al onder de boom. En ja, we zien het wel. Mooi zitten. Nou, dit is hoe we erbij zitten. Voor zover je het kan zien. We hebben hier op de achtergrond Barry Beun met een groot kampvuur. En hier achter de boom nog Barry Beun 2.0 met nog een grote kampvuur. Ja, dat doe je natuurlijk niks aan op zo'n recreatiegebied. We hebben 3 runs gehad totaal. Helaas zetten ze allemaal niet door. Ik weet niet wat het is. Nee, op Dota's eentje en op de karperhengels 2. Ja. Gewoon echt swingen volledig omhoog. En dan klaar. Toppie. Maar er zit een nieuwe lijn op, nieuwe haken, alles is nieuw. Dus dat kan niet aan liggen. Nou, de feestende jongeren hebben hier nog gezeten tot 1 uur of 3. En heel hard gefeest en geschreeuwd. Dus we zijn inmiddels weer een beetje aan het opruimen. Het was natuurlijk wel een beetje te verwachten, maar dit is weer een video zonder vis.